en leuk dat je kijkt. In deze video vertel ik je graag welke potgrond het beste is voor jouw potplant. Wij hebben 4 speciale soorten potgrond. Een speciale potgrond voor buxussen, voor mediterrane planten, voor hortensia's en voor rozen. Deze potgronden zijn afgestemd op de behoeften van de plant, bezitten een biologische meststof voor 100 dagen en bevatten Pocon plantversterker en dit zorgt voor sterke wortels en meer weerstand. Daarnaast hebben we voor alle overige eenjarige potplanten Pocon Bio potgrond voor terras- en balkonplanten. Ik ga je nu iets meer vertellen over de speciaalsoorten. Pocon Bio Buxus potgrond. Deze potgrond bevat extra magnesium, waardoor de blaadjes mooi groen blijven. Hij is trouwens ook heel geschikt voor andere soorten groene struiken, zoals bijvoorbeeld de Skimmia of de Viburnum. Pocon Bio Mediterrane potgrond. In deze potgrond zitten kleikorrels die de natuurlijke leefomgeving van mediterrane planten nabootsen, zoals palmen of olijfbomen. Zo hebben deze exoten het ook in ons landje comfortabel. Pocon Bio Hortensia potgrond. Deze potgrond bevat onder andere tuinturf, waardoor de zuurtegraad van de grond geschikt is voor hortensia's, rhododendrons, magnolia's, azalea's en camellia's. De grond is trouwens heel geschikt voor blauwe hortensia's, die om een nog zuurdere grond vragen dan andere kleuren hortensia's. Je voorkomt zo dat de blauwe kleur verdwijnt. Pocon Bio Roze potgrond. In Pocon Bio rozengrond zit magnesium voor mooi groen blad. En de rozen profiteren extra van de toegevoegde Pocon plantversterker. Want rozen zijn vaak toch wat gevoeliger voor insectenplagen en schimmels. Je geeft ze met deze Pocon grond een extra goede start en maakt ze meer weerbaar tegen probleempjes. Dit waren de tips om de juiste potgrond te kiezen. Heb je nou nog vragen? Laat het vooral weten in de comments. Op onze website lees je trouwens nog meer over deze potgronden, zoals de certificaten die ze hebben. En als je nou ook nog even onze video Hoe moet ik oppotten bekijkt, heb je alle kennis in huis om je potplanten supergoed te verzorgen. Bedankt voor het kijken. Doei!